eigen mag. En verder meer over dat recht in eigen handen nemen. Ze had dat recht, zoals Iris had gezegd, omdat de aanranding nog door was gegaan. Dus het is niks dat ze de recht in eigen handen had genomen. Ze had het recht om te reageren. En ze heeft ook niet nagedacht misschien dat ze weer haar leven in gevaar had gebracht. Maar we moeten ook nadenken dat er niet één lichamelijke confrontatie was bij de, toen de pistool, maar een tweede ook. Toen ze was gerend en ze was gevallen. Toen kwam ze oog met hem. Misschien dacht ze niet dat hij zou vallen. Ze was ook plotseling, weet je, dat ze niet had gezien dat hij was gevallen. Dankjewel. Het staat nergens op. Hier is